koud, hè? Oes, last van een winterdip. We moeten er maar het beste van maken. Hé! Hey! Hey. Hey. Hey, medaille mee. Every time I turn my mirror, show me what I really want to see. Make me how I really want to be. All I see is light, all I see is light. Game on, they just call out my name. Game. Zo, jongens, eens even kijken of ik tussen al het gehuil door nog een stukje kan vloggen. Goedemorgen, maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Blue Monday. Ja, Jax heeft ook wel echt een Blue Monday. Of ik dacht zelfs dat hij ziek was, maar hij heeft geen koorts. Hij zal gewoon echt helemaal over de rode, warm enzovoorts enzovoorts. Geen lamp mee te bezeilen. Maar goed, hè? Extra flesje erin gegooid, extra vaak in bed gegooid. Alles gedaan en geprobeerd, maar hij is nu heel even aan het spelen. Dus let's hope for a good rest of the day. Ik heb voor de tweede keer vandaag stofgezogen, want we hebben de nieuwe vaatwasser in de house. Hij is nu aan het draaien. Moet nog maar zien, hè, of hij het doet. Dan pas geloof ik het echt, als ik het heb gezien. Dus ik moet even opnieuw dweilen. Want ja, blijkbaar is een vaatwasser installeren iets wat heel veel troep geeft. Dat had ik helemaal niet verwacht. Maar oké, dat gaan we weer even opnieuw doen. En dan hoop ik dat ik tijd heb om me om te kleden. Want ik ben nog steeds in mijn sportkleding. Kijk nou. Dexie, lig je lekker? Dit is dus Dexie's vaste plek. Ja, dit is jouw vaste plek, hè? Hier, bij de kachel. Het is ook rete koud. Je hebt helemaal gelijk. Ik zal er ook lekker blijven liggen. Hè? Many unbearable hours later. Yes! Eindelijk, ik ben opgefrist. Ik had op een gegeven moment zoiets van, ik ga Jax gewoon meenemen naar de slaapkamer. En dan gaat hij daar maar even rondkruipen en dan kan ik me even omkleden. Maar hij was zo erg overstuurd dat ik hem op een gegeven moment echt bij me heb gepakt. En denk 10 minuten met hem heb gezeten en getroost. En toen keek ik, het was hij gewoon weggevallen. En toen heb ik hem maar in zijn bedje heel zachtjes gelegd en hij slaapt nu nog steeds. Het is echt heel erg zielig. Hij is normaal nu op deze tijd ook helemaal niet aan het slapen. Dus ik denk echt dat hij ziek is. Dus als hij straks wakker wordt, ga ik meteen weer zijn temperatuur opmeten. Maar ik heb geen koorts bij hem ontdekt vanochtend. Dus het is heel vreemd. Even een aantje pakken. Woe! Wow. Vet! Da-da-da-da. Ja, dit is zo leuk. Heel leuk, hoor. Heel leuk. Oh! Leuk, hè? Ik dacht, waar is dat ding waar je zo'n bakje met bestek in doet? Ja, maar dit is veel handiger, lijkt mij. Moeten we nog gaan ervaren, maar ik denk het wel. Jax komt ook even kijken, geloof ik. Bij de nieuwe vaatwasser. Ja. Zag je daarvan? Mukbang broodje ei. Tadaa! Even bijpraten. Oh, weet jij überhaupt wel wat een mukbang is? Nee? Gewoon praten tijdens je eten. Waar gaan we het over mukbangen? Nou, mama, hoe gaat het op je werk? Nou, slecht. Ik kan niet echt werken, want Jack is ziek. Waar gaan we het over hebben? NKT? Oké, over NKT. Wat ga je doen op NKT vandaag, denk je? Sowieso dans, want ik heb dans vorige week nog niet gehad. Nou ja, ik hoop acteren. Mm-hmm. Want zang vind je het minst leuk, toch? Ja, ik vind zang ook niet zo leuk. Waarom niet? Weet ik niet, zo saai vind ik. Ik vind acteren het leukst. We hadden ook laatst dat we gewoon moesten lopen. En dan zegt meester bijvoorbeeld, en er valt plotseling hele poten regen. En dan moet je durven op het blok te staan en dingen zeggen waarom je zeg maar in het spel boos bent. Hmm. En doe je ook nog wel eens die ene bij acteren dat die wij deden toen met de ouders erbij, dat je in de kring staat en dan begint het verhaal bij één iemand en dan gaat steeds het verhaal steeds verder? Nee, niet zo. Dat is grappig. Ik zal het even zien. Oh.
Nou, er begint eindelijk een reden voor te zijn dat deze lief kleine man zo aanhankelijk is vandaag. Want hij heeft nu wel echt koorts. Ik heb hem net opgemeten en hij heeft 38 graden. Dus even goed in de gaten houden deze lieverd. Hè? Hij heeft gelukkig wel weer eventjes goed geslapen. Dus we gaan nu even kijken of hij wilt eten. En dan hopelijk is het morgen minder. Anders moeten we maar even naar de dokter om te kijken wat er aan de hand is. Hij is wel ietsjes vrolijker. Het heeft hem wel goed gedaan, het slaapje van net. Het is een Valentijnskaart. Krijg je er later nog heel veel van, weet ik zeker. Hey, er staat hier een standbeeld. Die lijkt verdacht heel op Jola. Wauw. Het is het Jol verveelt zich nooit standbeeld. Tot stand gekomen bij de 10.000 abonnees. Die ze bijna heeft. Kom. Tadaa. Haja. Ik steel dit standbeeld. Ik neem hem mee naar huis. Nou, nu is het genoeg. Ja. Heel grappig was het. Jola. Kom mee, mama. Het is een beetje uitzingen met deze zieke man. Hè? Letterlijk en figuurlijk. Ga maar weer naar bed toe, hè, schat. Ja. 1, 2, hoppakee. Oh. Met je mooie babykuif. Nee. Hij moet uit. Ik heb weer een nieuwe goodiebox. Deze. Dus van januari. Maar ik heb ze even allemaal bij elkaar gezet. Kijk nou, hoe leuk. Als je dat elke maand verzamelt. Dit keer is het thema Keep It Fresh. En er zitten allerlei dingetjes in. Zoals dit. Foundation. Of nou ja, BB cream geloof ik. Een lekkere shiner. Zeep. Volgens mij is dat zo'n script dingetje. En cleaning milk. Super nice. Hallo, ik heb... Moet je kijken wat ik allemaal aan heb gedaan. Deze trui. Hieronder nog deze trui. Daaronder nog een zwart hemdje. Wintersportbroek. Dit is zo'n super lekkere warme broek van Goldberg. Moonboots. Of hoe je het wil noemen. En ik heb het nog steeds koud. Ik ben echt huge ass mega mega chagrijnig. Ik haat die kou. Wanneer het gaat vriezen en ik moet er 's ochtends vroeg uit enzovoort. I know, ik hou wel van wintersport, maar dit is zo anders. Ik krijg hier zo'n knetterkoppijn van. Goed. Gelukkig gaat het wel iets beter met Jax. Hij is volgens mij niet echt ziek meer. Ik vind hem nog wel een beetje hengerig, zeg maar. Dus ik ga hem nu even goed inpakken. En dan gaan we even boodschapjes doen. Hebben we last van de winterdip, Jax? We moeten er maar het beste van maken, schatie. Ja. Wow, kijk nou hoe mooi. Sneeuw. Voor het eerst sneeuw voelen. Oh. Oeh. Dat is leuk. Kijk, pak maar. Hier. Het is toch echt veel te koud. Oeh, het is toch te koud, hè? Ja, papa, veel te koud. Ik ga maar snel naar binnen. Hoppakee. Ja, snel naar binnen. Oh, het is lekker aan het knarseren hier onder mijn voetjes. Jullie weten vast wat ik bedoel. I love this. Ja, zeker een voorproefje voor de wintersport. Oh, hey. Ik ben gewoon bijna first tracker met de fiets. Jola, die maakte net bij school al even een flinke vette slide. Daar komt ze aangeslide.
Maar dat was maar goed ook, want daardoor voelde ze meteen wat het effect had als ze dus te hard zou gaan en hard moet remmen. Want dat ging niet helemaal goed, hè joh? Oké. Ik ga bijna niet naar voren, maar oké. Hey! Yola! Neem jij gewoon sneeuw mee in je mandje? Ja, dat toch? Vega Unox rookworst met olijfjespan stampot it is. Yes. En het shootje komt er ook aan. Nou Bart. Met vegetarische spekjes. Hij is eindelijk aan het uploaden mijn video voor Jol, voor Joller kanaal. En het is 10:30 geworden. Het was zo leuk om te editen. Die turn video's zijn zo leuk. Serieus? Wat? Het is toch normaal? Dat doe ik altijd. Moet je zelf ook even lachen. Komt wel goed uit dat je net aan het filmen bent. Ja, ja. Lijkt het net alsof ik dit heb. Bart is gewoon de was aan het ophouden. Ja, maar hij pakt de handdoeken eruit. Die zijn makkelijk. Schat, ik pak gewoon al mijn kleding eruit. Want ik weet toch iets waar jouw kleding al moet liggen. Ja, goed, excuus. Maar je kan het ook opvouwen hier op een stapeltje. Kijk eens. Gewoon broeken bij broeken, shirtje bij shirtje. Dan doe ik het wel. Zo. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende vlog weer gezellig. Allemaal vast. En dat. Dus dat. En abonneer. Dat is gratis. Doei. Slaap lekker. Oei. Rock that joint.